Yo allemaal, Cheesy Donut hier. En in dit filmpje ga ik jullie uitleggen hoe je grote pixel art kan maken. En zoals je ziet, we hebben hier al redelijk wat pixel art gemaakt. En daar in de achtergrond staat een hele grote. En om dit filmpje zelfs te maken heb ik Optifine moeten installeren. Want zodat ik mijn render distance op extreme kon zetten. Wat ook heel handig is aan Optifine is dat je je midmap level kan je aanzetten. En wat dit doet, het houdt al die lelijke zwarte strepen weg die je in Minecraft altijd ziet als je het van heel ver weg bekijkt. Dus dat is wel handig. En dan zetten we nog eventjes chunk loading op multicore, gewoon zodat het 3 keer zo snel chunks laat. En dan zien we daar een hele mooie grote pixel art die ik toevallig heb gemaakt. Naam staat erbij. En ik ga jullie in dit filmpje leren hoe je zoiets maakt. En gewoon van een foto. En je kan natuurlijk zulke dingen maken, maar als je liever iets anders doet, dan kan je... Ja, dit moet ik vast gaan censuren, want we willen het wel een beetje kindvriendelijk houden. Oké, het eerste wat je nodig hebt is een foto. En dit wordt de foto waar je pixel art van gaat maken. En als je nou geen idee hebt waar je je pixel art van wil maken, een leuk iets om het van te maken is of Pokémon of anime. Het is moeilijk mis te gaan met een van die twee. Er komt altijd wel een mooie pixel art uit. Dus ik heb hier een foto gedownload van Erza van Fairy Tail. En daar gaan we vandaag een pixel art van maken. Eerst gebruikte ik hier alleen maar Photoshop voor. En Photoshop is een beetje lastig om het daar alleen maar mee te doen. Het duurt gewoon heel lang. En dus ik heb een beetje opgezocht op internet of er wat handigere toeltjes daarvoor waren. En ja, die is er. Spritecraft namelijk. Dat is deze site hier. Diamondpens.com ofzo. En je kan hier doneren aan Chargeplay als je wil. En als je naar beneden gaat, staat er een link. Download Spritecraft. Deze link staat in de description, dus daar kan je zo naartoe. Dan krijg je een foldertje. Deze. Die openen we. Dan openen we die. En dan runnen we de spritecraftfoo.jar. En dan krijgen we dit. Dit is eigenlijk al een pixel artje. Je kan hierboven naar browse toe gaan. En daar zitten we nu in onze nieuwe folder. Met rz.png. Je kan hier gewoon door je computer heen gaan naar de folder die je wil. We selecteren die. Dan staat die hierin. Dan kan je hier je hoogte doen. Je moet eventjes checkmark je no maximum height weghalen. Want anders krijg je een pixel art van, wat is het, 280 hoog of zo. 2000 hoog. En dat wil je niet, want zo hoog is de wereldhoogte van Minecraft niet eens. 180, een beetje hoe hoog dat is. Die hele grote pixel art van Asuna en Kirito, die ik jullie hiervoor liet zien, die is precies 180 hoog. En dat is best wel groot. Die was ook nog eens heel breed, maar deze is redelijk smal. Dus 180 hoog is gewoon goed. Dan klikken we op de grote button Create Minecraft Blueprint. En dan maakt hij hem in blokjes. Je kan helemaal inzoomen. En dan zie je alle Minecraft blokjes zitten. Als je blij bent met deze, dan eindigt het hier. Maar zoals je ziet, ik vind de huid een beetje lelijk door, omdat hij probeert een kleur na te doen die net tussen sandstone en witte wol in zit. En dat ziet er gewoon niet zo mooi uit eigenlijk. Dus wat we gaan doen, we sluiten die af. Als je blij bent met hoe die eruit zag, bijvoorbeeld als jij een andere foto hebt en die zag er wel goed uit, dan ben je nu klaar. Maar wat wij gaan doen, we gaan naar Photoshop toe. En dan stoppen wij die foto die we hier hebben. Zo. Daar. Slepen wij naar Photoshop. Of een ander editing programma waarmee je dit kan. Dan gaan we hier naar de zijbalk. Ik weet niet hoe het in het Nederlands heet. Maar hier heet het doordrukken in het Nederlands. Het is het tekentje met iemand die zijn hand in een rondje doet. Die maak je redelijk groot. Kan je hier doen. Best wel grote pixel hoeveelheid. En daar gaan we er 1 keer mee overheen. En zoals je ziet, hij wordt een heel klein beetje donkerder. Zo.
Dus nu houdt hij eigenlijk het donkere van de pixels houdt hij wat meer naar voren. Dus hij is nu een heel klein stukje donkerder. Dan gaan we naar bestand, opslaan. Onze foto is opgeslagen. Dan gaan we weer naar SpriteCraft toe. En dan selecteren we de foto weer. Create Blueprint. En zoals je ziet, alle witte pixels zijn weg. Hij is nu een stuk mooier geworden. Dan drukken we op Save Image. Dan kunnen we op onze desktop even Blueprint Erza. En dan is die gesaved. Dan kunnen we hem hier openen. Waarschijnlijk kan dit niet omdat ik aan het recorden ben. Dus dan crasht hij zo meteen. Waarschijnlijk. Maar iets wat je mooi kan doen. Oh kijk, hij doet het gewoon. Dus dan heb je hem hier. Je kan helemaal inzoomen. En dan kan je alles na gaan maken. In Minecraft. Wat ik meestal doe. Ik open deze. En dan openen we Minecraft. Hopelijk duurt het niet te lang. Kom op. Oké, die hebben we. Dan, als je Windows 7 zit, dan kan je deze slepen naar die kant toe. Naar deze kant. Hopelijk. Die. En dan deze naar die kant. En dan kan je mooi aan deze kant je pixel art maken. En heb je hier... Dat is wat ik meestal doe, maar doe zelf lekker wat je wil. Oké, dat is het zo, denk ik. Ik denk dat ik het bestandje dat ik hier heb gemaakt in de description zet. Hij komt in mijn Dropbox, dus als je dit filmpje een jaar later kijkt, dan zit hij er vast niet meer in. Maar voor iedereen die hem net in de week kijkt dat hij uitkomt, dan kunnen jullie hem ook downloaden als je hem wil maken. Dat was het. Dus later.